Humarus is de patroonheilige van stad Lier. Hij heeft een kerk en hij wordt elk jaar gevierd met een processie. Humarus wordt geboren in Emblem op het eind van de 7e eeuw. Hij is een wijs kind. Zijn ouders sturen hem naar het hof van Pepijn. Daar wordt hij een heel belangrijk man. Humarus trouwt met Grimara. Hij bouwt een kapelletje op een eiland bij de rivier, waar later de stad Lier begint te groeien. Hij woont er als een kluizenaar. Humarus is een heilige, want hij deed wonderen. Het wonder van de boom. Humarus was op weg naar Rome en zet zijn tenten op. Hij laat een boom ommaken voor zijn kamp. De boer van het veld wordt erg boos. Humarus wil het goed maken en zet de omgehakte boom weer op het stuk stam en bindt er zijn gordel rond. De boom groeit weer aan elkaar. Als je nu de band van Humarus op je schouders laat liggen, weet je zeker dat je niets gaat breken. Het wonder van de bron. Op het landgoed van Humarus en Grimara werken veel mensen van Grimara. Ze mogen bijna niet rusten. Ze hebben zoveel dorst dat ze bijna flauw vallen. Als Humarus dat ziet, wordt hij boos. Hij woelt met zijn staf in de grond en er spuit water omhoog. Het wonder van het kind en de slang. Er was eens een vrouw die op het landgoed werkte van Humarus en Grimara. Ze had net een kindje gekregen van Grimara, mocht ze niet thuis blijven. Dus nam de vrouw haar baby mee en legde het in het stro. Toen kroop er een adder in de mond van de baby. Humarus was nog net op tijd om het bij zijn staart uit de mond te trekken. Humarus sterft op 11 oktober 714. Zijn beenderen worden in een koffertje gelegd. Dat koffertje is er nog altijd. Elk jaar op 11 september loopt er een processie door de stad. Het koffertje zit in een grote zilveren kist die door de straten gedragen wordt. Elke 25 jaar is het extra groot feest. Een bisschop komt naar de beenderen kijken en zegt dat ze er nog allemaal zijn en echt zijn. Het is een feestjaar. De processie is extra groot en er is ook een omgang. Een stoet van wagens en toneeltjes, de reuzen lopen ook mee.